Hallo mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben Melvin, zoals jullie ondertussen allemaal wel weten. Maar dat doet voor de rest en toe. Jullie zien alweer dat ik terug ben in de Oasis Survival wereld. Ik hoop dat jullie hier weer heel veel zin in hebben. Zo, dat ging opeens heel raar in mijn neus. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin weer in. En ja, ik had al wat ideetjes om deze aflevering te gaan doen. Een daarvan is een reactie van iemand, dat is van Rick zonder C, ja. Ja, Rick zonder C, die heeft dat al vaak gezegd, ook op Skype. Ik heb hem op Skype, ja. Dat ik hier in die mineshaft nog dingen kan vinden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik daar nu nog kan vinden. Ja, hij had het ongeveer uitgelegd dat er ergens een gat is waar ik in kan. En dat ik hier ergens, daar had je twee van zulke plaatsen, voor mij hier ergens of zo, hier niet denk ik. Dit volgens mij, kijk, hier heb ik dan ook een keer gemined en ik weet niet of hier nou ergens zo'n chest zit of zo, of hoe ver dat... Nou, we hebben hem gevonden, oké. Okay. Ik ben dus heel benieuwd wat er in deze chest zit en dat... Een big fucking pig spawner? Holy, dat is echt... Oh, dan kunnen we een... Oh, als we die op het gras... Oh, mijn god, Rick. Ik wil jou heel erg bedanken voor deze tip. Holy tieten. Dit is echt heel erg handig. Ik zou trouwens hier ook even wat gaan minen voor... Kobbel voor stone. Maar bedankt, Rick. Heel erg bedankt. Maar hij had nog iets gezegd. Dat was dat hier een gat ergens zit. Maar waar zit dat gat dan? Die heb ik al geleegd, ja. Oh, kijk. Oh, serieus, is dit een serieuze gat? Oh, tieten, nee. Oh, er zit een spawner. Oh, mijn god. Dood. Oké, mijnen. Oh, mijn god, deze ging best wel heel erg goed, deze mantelen. Maar, oh, er zit hier ook nog een chest. En daar zit een... Nou, ik had wat beters verwacht. Maar die bones die zijn wel weer heel erg handig. En misschien dat je denkt van... Maar Melvin, waarvoor is dat handig? Nou, dat is heel erg handig voor mijn melon farm. Dan kan ik die meloenen laten groeien. En bijvoorbeeld, het is gewoon gebruik van boommeal. Zoals jullie allemaal weten. Dus, nou, bedankt Rick voor deze tips. Echt heel erg bedankt. Ik had ook een idee van deze aflevering. En dat is om de... Ja, ik wil het niet de Wall of Fame noemen. Maar... Om die te gaan maken, deze aflevering. Er waren al mensen die zeiden van, ja, daar wil ik op. En dat vind ik fucking vet en leuk om te lezen. Ik haal even de meloenen ondertussen weg, zoals jullie ook al door hadden. Maar ik heb alleen geen flauw idee waar en hoe ik die wil gaan maken. Ik wil hem denk ik wel in de open buitenluchtwereld maken. Ik heb nu nog 23 sandstone. En mijn bouwkunsten die zijn heel erg, niet mooi. Dus dat wordt nogal een hele opgave. Dus, wat hebben we hier? Oh ja, hier had ik dat bordje geplaatst van met mijn naam van hoe ik dat ongeveer wil doen. Maar dan op een muur. Maar waar ga ik die muur maken? Ik zat eraan te denken om hier ergens in het verlengde of zo, om hier ergens die muur te gaan bouwen. Maar ik weet nog niet precies hoe ik dat in gedachten allemaal had en zo. Dus dat wordt nog een hele klus. Ik denk gewoon dat ik hem hier zo begin. Hier gewoon een beetje in het verlengde van het huis, weet je. Dus... Ik kijk wel even hoe ik dit wil gaan maken. Dit wordt nog een hele opdracht, een hele opgave, denk ik. En ik wil hem sowieso 3 hoog hebben. Dat vind ik mooi. Zo, hupsakee, woep. Daar nog eentje op en daar nog eentje op. Ja. Dan kunnen we misschien met... Zie je dat verschil trouwens heel erg met smooth sandstone? Oh mijn god, dat zie je serieus heel erg. Dan gaan we dat zo aan de zijkant doen eerst, aan de borders. En dan kan ik hem altijd nog verlengen, weet je. Dus dat komt altijd goed voor als mensen denken van... Ja, maar Melvin, zo kan je hem helemaal niet groter maken. Maar dat kan natuurlijk wel, joh. Ho, dat was opeens een vuurbal in mijn gezicht. Poeh, dat is gevaarlijk. Nou, we moeten denk ik ook nog maar even een keer dirt gaan halen trouwens. Want dan kan ik... En we moeten daar ook nog een keer heen, naar de watertempel. Dat is... Oh. We hebben nog zoveel te doen in deze serie, dat is niet normaal. En de kippen, die kunnen we ook wel een keer gaan breeden. Kan dat trouwens met dit, of hoe werkt dat? Nee, dat werkt dus hier. Oh, ik heb er 3 zelfs. Oh mijn god. Oh mijn god, dat wist ik niet eens dat ik 3 kippen had. Ik heb ook nog een hekje. Dicht, goed zo. Ik wil die eieren oppakken, waarom ga ik hier anders naar binnen? Wat rotte flesje hebben we niks aan. Hupsakee, eieren, die weg. Oh, kut, snel dicht. Nou...
Die eieren die zijn wel heel erg handig voor, weet ik niet, kip of zo. Of ik bedoel, ja, kippen. We gooien gewoon die eieren dan neer. Ik denk, voor mij hoef ik niet iets van een cake te maken of zo. Dus dit gaan we gewoon dat dodelijk neersmijten. Moet je maar opletten. En op goed geluk. Jammer. Ja, een babykippetje. Oh, nog een babykippetje. Oh mijn god, 2 babykippetjes uit 4 eitjes. Ah, check dat. Ja, we hebben een leuk klein babykippetje. 2 zelfs bedoel ik. Een vriend, een broertje en een zusje. We hebben 5 kippen. Dat is al een mooi aantal, maar nog niet genoeg naar mijn mening. Maar ja, nou, dat kunnen we anders, ja, dat kunnen we niet echt veranderen. Maar ik denk, insects. Holy. Nou, dat is gratis. Inksex, dat is wel chill. Ik weet niet hoe ze daar nou precies komen, maar het is wel chill om echt gratis inksex te hebben. Ik had trouwens ook nog die, ja, die gaan we even gebruiken om hier te minen. Ik mijn gewoon even ondertussen hier wat sandstone, want dat heb ik nodig, weet je. Dus, zo, die allemaal met me meekomen. Ja, dat is hartstikke mooi dat ik dit hier zo mooi, hartstikke mooi, super mooi kan minen. Dit is super vet dat we gewoon heel veel sandstone hebben. Of ja, niet heel erg vet, maar het is wel handig. Het is misschien, ja, of niet. Nee, ja, het komt gewoon op hetzelfde neer als met cobblestone. Op een gegeven moment heb je er zoveel van dat je er niks meer aan hebt. Of nee, dat is niet eens waar bij sandstone, weet je. Want hier in deze map heb je dus die layer van 3 hoog, waar dirt en mineralen en cobblestone te vinden is. En dat is hier dus niet zo. Dus voor mij vind je echt alleen maar chests. En, hoe noem je dat spul? En, ja, zand. En sandstone. En niet andere dingen. En dan moet je helemaal naar beneden voordat je... Dus op zich heb je niet heel veel van het spul dat je overhoudt. Als ik heel duidelijk ben. Nee, ik ben niet duidelijk. Nee, dan ga ik al door. Nou. Het is weer een ochtend waar wij naar de zon gaan kijken. Prachtig, prachtig. Ik vind het zo mooi, die zonsopgang, hè. Ik vind dat zo onwijs mooi. Ik vind dat echt, echt heel mooi, ja. Echt, echt heel mooi. Ik vind het jammer dat ik hier niet echt bij mijn eigen huis... Maar helemaal met dit kut weer. Met dat winterse weer. Oh mijn god, wat heb ik daar soms een hekel aan. Ik weet niet of jullie dat kennen. Schrale lippen. Ik weet ook niet of je dat echt zo noemt. Maar daar heb ik, nou ja, last van. Dat is echt heel erg kut. Dan heb je van die lippen en dat... Die barsten dan helemaal open en zo. En dan doet het gewoon pijn. En dat vind ik kut. Dat vind ik behoorlijk kut zelfs. Ik weet niet of jullie daar last van hebben. Maar ik heb dat altijd. Als de winterperiode aangebroken is. Dan heb ik altijd daar last van. Echt altijd. Dat is niet normaal. En dat doet gewoon ook pijn. En het is gewoon niet leuk om dat te hebben. Nou. Ik zal jullie voor de rest niet mijn pijn dingetjes vertellen. Waar ik last van heb, nog meer en zo. Dat zou dan wel heel erg, ik hou me wel gewoon stil, weet je. Ja, dat is niet allemaal interessant. Hupsakee, we hebben hier nog 4 van. Zo. Nou, hebben we al een beetje een begin van een muur. Alleen, die muur, die heeft nog geen naam. Nee, die muur, die heeft nog helemaal geen naam. Nee, dus we moeten een naam verzinnen voor deze muur. Ik had er al een paar voorbij zien komen en eentje ervan die vond ik wel leuk. Maar omdat ik het nu zeg, dan mogen jullie voor mij een naam gaan verzinnen voor deze muur. En niet gewoon Wall of Fame. Nee, iets een beetje origineels. Dus weet jij iets leuks voor deze muur, een naam, dan laat je die achter in de reacties. En wil jij ook op deze muur, dan mag je dat ook in die reactie erbij laten. En dan kies ik iedere aflevering kies ik iemand uit die op deze muur komt. Of één keer in de 2 afleveringen of zo. Zodat het iets specialer is als je op de muur komt van Melvin Bos. Ik denk dat ik die zijn hier eerst zo laat staan of niet. Nou ja, kan op zich wel. Want dat vind ik wel wat hebben, weet je. Dat die zijn er zo staat. En dan weten we van, die heeft Melvin geplaatst als allereerst. Je mooie, ja. Ja, nou. Ik had wel een reactie. Of ik had wel. Ja, er waren heel veel reacties zelfs. Maar ik had er voor mij wel eentje waarvan ik dacht, die wil ik er wel op. En dat ga ik dan zo ook even doen. Maar ik wil denk ik eerst deze pikspawner plaatsen. Omdat deze gewoon heel veel kan spawnen en zo. En dat we daar niet last van gaan hebben. Kan ik dus deze hier gewoon willekeurig plaatsen. En hij zou heel veel piks gaan spawnen.
En daar hebben we de eerste al. Hallo meneer Varken, is alles goed met u? Hoe lang heeft u vastgezeten in deze spanen? Kunt u me dat vertellen? Hallo? Ja, nou, dat was dus behoorlijk, dat was dus zijn antwoord. Niet dat ik heel veel daaraan had, maar nou ja, beter dan niks, denk ik dan zo. We plaatsen die dirt hier even neer. Ik vind dat zandblokje daar echt, daar kan ik me aan ergeren aan. Zulke kleine dingetjes. Dan heb je overal gras eromheen en dan heb je één zo'n zandblokje dat ertussen zit. En denk van, ja, rot op, dat zandblokje dat hoef ik helemaal niet. Dus daarom heb ik die daar weggehaald. Ja, dat is mijn reden. Ik ben iemand die is echt van zulke precieze dingetjes en zo. En voor, ja, oh mijn god, het verschiet me opeens ook te binnen van dat ik tussen de aflevering door sandstone zou halen. En dat heb ik dus nu niet gedaan. Sorry daarvoor, dat moeten jullie mij maar vergeven hoor, dat ik dat nu niet heb gedaan. En als je me niet vergeeft, dan vergeef je me niet en dan maakt me daar niet heel veel uit. Maar dat zou ik ja, nou. Het is dan niet anders, Melvin. Nee, dan moet ik gewoon even doorheen zetten. Als je mij vergeeft en als je me niet vergeeft, ja, dan is het pech gehad. Nou, ja. We gaan nu op deze muur, gaan wij een sign plaatsen. En daarop komt... Rob Groffel. Robin. Robin Coaster. Past niet. Past niet. Tycoon 3. Robin Coaster Tycoon 3. Juist daar als eerst op mijn muur. Ik vond het leuk dat hij Coaster en Tycoon 3 erin staan. En hij had ook een hele leuke naam verzonnen voor de muur. Maar daar zat ik nog een beetje over te twijfelen. En dat was, nou ja, altijd fame. Of nee, ja, altijd wall. Of, nu ben ik het vergeten. Maar Robin Coaster Tycoon 3, jij staat op de muur. We doen er een hartje. Die wil ik op de onderste regel. Kijk, een hartje erbij. Ik moet hoesten. Dat is niet goed. Maar ik ben niet ziek of zo. Nee, je moet niet denken dat ik ziek ben. Maar Robin Coaster Tycoon 3, je bent de eerste die op de muur staat. Op deze muur. Die nog niet echt een naam heeft. Ik hoop dat je dat vet vindt. Ik vind het in ieder geval super vet dat jij mijn video's kijkt. Bedankt ervoor. Dat ga ik bij iedereen zeggen die op de muur komt. Of sowieso iedereen die mij kijkt. Heel erg bedankt ervoor. Jullie verbeteren mijn leven. Zo wil ik het niet zeggen. Maar jullie maken mij wel tot wie ik nu ben op YouTube. En dat vind ik heel mooi. Daar wil ik jullie even allemaal voor bedanken. Dat doe ik opeens ook willekeurig in zo'n video. Maar dat is allemaal... dat maakt allemaal voor de rest niet uit. En ik zie ook al dat er twee varkentjes al zijn gespand. We laten ze gewoon allemaal doodleuk verder spannen. En zijn deze nou gegroeid of niet? Voor mij wel. Ja, ze zijn gegroeid. We hebben 3 fucking potatoes. Yay. We planten ze gewoon weer terug. Daar een en daar een. Woep, oh, woep. Ja. En dan loofvarken. Ik laat al die varkens hier gewoon rondlopen. Totdat er echt op een dag. Dan overal waar je kijkt. Als je 360 graden draait. Overal zie je varkens. Dat wil ik. Dat lijkt me echt fucking grappig om te hebben. Dus daar gaan we ook mooi voor. Nou. Voor de rest... heb ik alles wat ik deze aflevering wou gaan doen gedaan. Ik heb die muur gemaakt die ik misschien nog wel even iets mooier kan maken. In wat toortjes hier op of zo. Ja, nou, kijk eens aan. Dat geeft ook trouwens gelijk al een hele grote lichtopbrengst. Holy tieten jongens. Dat is wel heel erg. Nou, daar gaan we ons niet aan ergeren. Misschien is dit ook nog wel een beetje leuk. Woep en daar. Dat is dan weer een beetje jammer dat de muur een even getal is en niet oneven. Nou, dan plaatsen we het alleen daarop. Zo. Tadaa. Hij is niet mooi. Echt niet mooi. Maar het is beter dan niks. Nee, het is zeker weten beter dan niks. Misschien als jij nog een aanpassing weet voor de muur. Dan mag je misschien een foto sturen op Twitter. Ik denk niet dat iemand dat gaat doen. Maar als je dat doet, dat zou ik super awesome vinden. Maar dit is mijn ontwerp van de muur. Dat is niet echt mooi. Maar beter dan niks, zeg ik zomaar. En hier wil ik ook de aflevering beëindigen. Vond jij het een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. Dat support me heel erg. Ik vind het nog steeds super vet om te zien dat ik 60 duimpjes omhoog op deze serie krijg. Holy tieten jongens. Super vet. Bedankt voor. En als je nog niet geabonneerd bent op mij. Druk dan even snel op dat knopje abonneren. Dat hier beneden staat. Dan ben je altijd op de hoogte. En een reactie achterlaten met jouw naam. Wat ik hierop kan zetten. Met een hartje erbij van mezelf. Ja. En een naam voor deze muur. Voor de muur. Voor de Wall of Fame. Ik ben heel benieuwd waar jullie op kunnen komen. En voor dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Toedeledokie mensen! Dat klonk volgens mij.